Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Ik kreeg heel veel de vraag over een nieuwe video van Duitsland. Want er zijn namelijk een aantal folders van Duitsland online gekomen. En daardoor kreeg ik heel veel de vraag van wanneer komt de Duitsland Info video. Nou ja, de Duitsland Info video doe ik eigenlijk altijd pas richting wanneer het kan ophalen. Dus rond de 23e van december. Waarom? Omdat dan meestal ook de sites van de Aldi, de Lidl en de Kaufland online staan. En dan kan je ook alle producten zien qua beeld. Maar omdat heel veel mensen ernaar vroegen, dacht ik bij mezelf van weet je wat, ik ga gewoon alvast even met jullie door de folders heen. Ook omdat er dit jaar een aantal nieuwe producten zijn en een nieuwe manier van afhalen bij winkels. Waarvan ik dacht van weet je wat, het is misschien wel even leuk om met jullie daar nu over te hebben. Ik behandel in deze video wel de Aldi en de Lidl. Omdat ik de Kaufland nog niet heb of in ieder geval nog geen tijd voor heb gehad om daar in die folder te duiken. Ik vind het ook, kijk, ieder jaar krijgt de Kaufland, de Lidl en zo zijn allemaal een beetje dezelfde producten. En ja, inmiddels hebben wij die eigenlijk allemaal al gezien. Dus dat is de reden daarvan. Maar goed, er zijn een aantal nieuwe producten, ook bij de Lidl en bij de Aldi, maar voornamelijk bij de Lidl. Waarvan ik denk, nou ja, het is echt wel de moeite waard om weer een keertje die kant op te gaan. Als je bijvoorbeeld al jaren bent geweest en vorig jaar dus een keer niet, omdat je dacht van, nou ja, alles is hetzelfde. We beginnen even met de Lidl, omdat daar is ook iets nieuws dit jaar. En er is een nieuwe manier van ophalen voor een aantal speciale producten. Ze hebben namelijk, even kijken hoor, welke pagina zie ik dat? Hier zo. Ze hebben bijvoorbeeld een aantal nieuwe deluxe artikelen. Dat zijn compound blokken, best wel duur. De goedkoopste is, zoals je hier kan zien, 45 euro. Maar die zijn dus nieuw en wat kan je doen? Je kan dus nu via de site van de Lidl, ik zal jullie even laten zien, kan je al jezelf opgeven voor een blok. Dan hoef je ook pas daar te betalen. Maar daarmee willen ze dus denk ik de drukte een beetje tegengaan. Een beetje kunnen inschatten hoeveel mensen zo groot blok willen hebben. Dat is dus mogelijk door hier de aantallen in te vullen en uiteindelijk te reserveren. En dan kan je hem vanaf 10 uur 's ochtends kan je hem ophalen in jouw vestiging. Ja, of dat wat is, weet ik niet. Kijk, ik vraag me af. Ik heb eigenlijk een soort van mening over de Lidl en de Aldi. Alsof dat heel budgetvuurwerk is. En dat het niet heel veel moet kunnen voorstellen. Maar goed, Weco is natuurlijk wel best wel een bekend groot merk. Dus ik pak even de duurste erbij. Die staat wel op beeld, dus laat ik jullie gelijk even zien. Nou, dit is zo dan een compound cake. De bekende video's natuurlijk. Ja, op zich is er niks mis mee. Maar goed, kijk, weet je wat het is voor deze prijs? Bijvoorbeeld 120 euro, 304 shots. Ja, dan zeg ik bij mezelf van, ja, er zijn zoveel mooiere cakes die je kan kopen voor die prijs. Waarvan ik dan denk van, ja, het is de moeite niet waard. Dus ik zal die niet snel bestellen. Maar in ieder geval, het is dus nu wel mogelijk om door middel van een bestelling online te doen. Dan reserveer je eigenlijk je cake en dan kan je het dus ophalen vanaf die tijd. Dus dat is wel handig. Daar spelen ze goed op in. Want ja, in Emmerich bijvoorbeeld afgelopen jaar, jongens, ik zweer, daar kom je daar om 4:30 s'nachts, kom je daar aan. En je staat gewoon rustig 2 uur in de rij voordat je pas binnen bent. En het is super koud natuurlijk in deze tijd, dus we gaan even snel die producten doornemen, want er zijn een aantal nieuwe dingen. Bijvoorbeeld de Daredevil, die sprong bij mij gelijk al ertussenuit. Die ga ik 100% halen, als het het toelaat in ieder geval, de drukte en zo en de voorraden. Maar de Daredevil is 15 euro, 31 shots. En ik heb al op YouTube een video ervan gezien. En ik vond hem heel erg ziek eruit zien. Later zal ik wel alsnog een Duitsland Info video maken. En dan bespreek ik gewoon deze producten. En dan laat ik er een filmpje bij zien. Nu is het dus gewoon even de folder doornemen. Maar goed, 500 grams voor 15 euro. Dat is zeker de moeite waard om te nemen. Nou, hier heb je bijvoorbeeld ook een cake. De Celebration, die is ook nieuw. 104 shots voor 15 euro. En kijk, weet je wat het is? Ik kijk ook altijd naar de shots. Zie je 104 shots staan voor 15 euro, dan kan ik niet heel veel voorstellen qua chaos of qua heftigheid. Meestal is het in ieder geval van die staarten die de lucht in gaan en meer niet. Dus is het voor mij niet de moeite waard, want ik ga niet naar zo'n cake kijken een paar minuten lang en die alleen maar staarten spuugt. Hier is ook een compound.
Dat is de Battery Showmaster. 30 euro. 137 shots. Dus dat is in één keer afsteken. Dat staat hier ook bij. Compound dus. Maar ik weet het niet. Misschien haal ik hem voor de grap erbij. Maar kleine kans eigenlijk. Hier zien we ook nog de Finger. De Goldfinger. Ja. 21 shot, 17 euro. Ik ga die denk ik wel nemen, puur omdat die nieuw is. En omdat ik ook wel een keer weer wat nieuws wil hebben. Dus ja, dat is de reden. Ik ga hem wel halen, maar of die wat is, weet ik niet. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar nog geen video van heb gekeken. Hier zien we ook nog een klein pakketje. Een Party Animal pakket. 4 euro. Ik weet niet wat er precies allemaal in zit. Maar ik denk een beetje kinderdelige dingen hier. Het is ook vanaf 12 jaar te koop. Ja, het zijn er gewoon een paar van die kleine soort categorie 1 vuurwerk, denk ik. Gaan we naar de volgende pagina. En dan kom je eigenlijk gelijk al bij de pijlen en zo. En ik denk dat ik dit jaar heel erg voor de pijlen naar Duitsland ga. Verklap ik jullie al. De Duitsland Info video zal ik daar meer op ingaan. Maar we hebben dus dit jaar zoveel grotere blokken. Dat ik niet van die kleine keetjes wil halen om de collectie mee te vullen. Maar dit zijn een beetje ja, de standaard pijlenpakketten die iedereen wel kent. De goldraketten, die heb ik zelfs nog over. De high speed bombs, 8-delig, 10 euro. Kijk, die goldraketten is voor mij bij de Lidl de nummer 1, want dat zijn echt hele mooie pijlen. Er komt een goede knal van af en daarom zou ik deze, als ik jullie was, echt op het lijstje zetten, mochten jullie die kant op gaan. Want ja, ik bedoel, je moet er een keer een video van opzoeken en je zal het zien. De Elysium, 3 euro. Dat is natuurlijk zo'n heel klein budgetcakeje. Maar ik heb hem heel vaak gehad, maar denk dit jaar niet. Misschien wel voor een project of zo, 10 uur project. Maar dan kan je dus eerder voor de Alligator of de Reno gaan. Maar daar komen of de Artis, maar daar komen we zo even op terug. Hier hebben we de World Champion pakket. Nou, daar zitten ook wat Kat 1 producten bij, zag ik al. En wat van die kleine knalletjes. Met dat soort pakketten moet je overigens wel uitkijken. Want in dat soort pijlenpakketten zitten ook vaak strijkers. En die mag je natuurlijk niet in Nederland hebben. Dus kijk daar wel mee uit. Want ja, voor hetzelfde geld krijg je wel controle. En dan ben je de sjaak op een paar kleine strijkertjes die erin zitten. En dan kan je dus alles inleveren en heb je problemen. Dus kijk daar dus wel mee uit. Volgende pagina, dat zijn dus die compound blokken, zie ik al. Nou, ik zeg heel eerlijk. Ik denk niet dat ik ze ga halen. Ik ga dan eerder voor de grotere dingen hier in Nederland. En ja, Funken en zo. En Vuurwerk Duitsland. Daar ga ik dan eerder voor. Ik ga eigenlijk altijd naar de Lidl en naar de Aldi en naar de Kaufland voor de prijs. Maar niet voor de kwaliteit. Nou, hier de oude vertrouwde cakes. De Black Ice bijvoorbeeld. Nou, jullie weten het. Ik ben echt wel een fan van de Black Ice. Ik zal hem ook dit jaar weer nemen. Alleen die is zo populair dat die bijna ieder jaar gewoon al uitverkocht is wanneer je binnenkomt. Dus als ik jullie was en je hebt hem nog niet vaak gehad, zou ik hem halen, de Black Ice. 17 euro, 47 shots. Heel veel verschillende effecten. En voor die prijs is het gewoon echt eentje die je eigenlijk wel zou moeten meenemen. Ik ben er wel een beetje zat nu, maar ik ga hem zeker zoals ieder jaar erbij nemen. Unforgettable hebben we volgens mij vorig jaar ook gehad in de collectie. Ook een mooie. Er zijn heel veel 500 grammers bij, dus zoals jullie kunnen zien. Eigenlijk is dit allemaal 500 grams. Beastmaster, 13 euro, is ook een oude vertrouwde. Hellboy, ook goedkoop. Heel raar bedrag ook, 4,44 euro. Wie heeft dat verzonnen? Maar goed. Hier heb je de Power Up, 20 shots. De Highlander, 23 euro. Voor 53 shots is niet iets wat bij mij gelijk eruit springt. Maar wat is dit eigenlijk hier rechtsbovenin? Zijn dat vuurpijlen of? Nee, zijn single shots. Single shots zijn dit. Nou, raar dat er dan zo'n puntje aan zit, maar goed. Ik denk dat ik daar wel een pakje van meeneem. Al is het wel ieder jaar heel erg moeilijk om de Thunder Kings uit Duitsland mee te nemen. Want ieder jaar in Emmerich zijn die uitverkocht. De volgende pagina, nou, daar kom je bijvoorbeeld bij de Dr. Jekyll. Geen idee, daar heb ik echt nog niet van gehoord. En de Mr. Hyde ook niet trouwens daarnaast. Ik denk dat hij nieuw is. Zo niet, ja, dan heb ik hem vorig jaar gewoon, is hij mij niet opgevallen. Maar
20 euro. En dan vraag ik me even af, is het dan 20 euro voor allebei of is het dan 20 euro per stuk? Nee, het is per stuk, want ik zie al 20 euro staan bij 25 shots. Zijn inderdaad per stuk. Nou, dan ga ik hem inderdaad niet halen, maar misschien als ik een video kijk straks, later in de video, dan, dat ik het dan wel doe. Nou, daar heb je weer zo'n compound blok. In Duitsland vind ik dat dus niet zoveel soeps. De Happy Sky, nou, dat is dus zo'n ding waar ik het er net over had. 72 shots voor 7 euro. Dat zijn heel veel tegelijk qua staarten die de lucht in gaan. Maar als je echt knal wil en mooie effecten, zou ik die laten liggen. Maar goed, het is altijd lachen om met zo'n groot ding in de straat te staan. Iedereen denkt dat er hele grote boeketten vanaf komen. Maar uiteindelijk stelt het wel heel erg mee. De Wildstorm, 64 shots. Heb ik volgens mij niet gehad ooit. Maar kan wel zo zijn. Maar ja, dat zijn ook van die dingen. De Discovery heb ik wel heel vaak gehad. Is wel een mooi cakeje. Komt een beetje in de buurt van een... Van de Elysium en ja, een beetje een Renootje, maar ja, is meer een, ja, ik zou eerder voor de Artus gaan. Verder, dan komen we ook een beetje bij de fonteinen. Nou, de Casino Royale is wel een mooie cake, moet ik zeggen, voor 20 euro. En je ziet al, hier zie je ook staan dat het 500 grams is. Maar voor 20 euro, 36 shots, Casino Royale is echt een mooie cake. Die had ik een paar jaar geleden gehaald, maar was ik helemaal vergeten af te steken. Dus ergens in de zomer kwam ik erachter dat ik die nog had. En die hebben we toen ergens in de zomer afgestoken tijdens voetbal. Dus dat kan ook. De Queen of Night heb ik volgens mij niet eerder gehad. Ik weet niet of die nieuw is, maar die heb ik nog niet eerder gezien. Painted Sky daarentegen is wel echt een mooi ding. Dat is een beetje een langwerpige cake zoals je kan zien. Dat is wel echt een mooie. Wat ik nu doe, doe ik eigenlijk ieder jaar, maar dan zonder camera. Ik ga gewoon die folders door en dan kijk ik van oké, dat wordt het, dat wordt het. Ik schrijf het nooit op, maar vervolgens maak ik dan de Duitsland Info video en dan maak ik mijn lijstje klaar en dan zeg ik het tegen jullie. Dus die video zal nog volgen, ik denk ergens volgende week, vlak voor kerst. Maar ja, nu ga ik gewoon even de folders door en geloof me, dit is de eerste keer dat ik de folders doorneem. Dus dat doe ik samen met jullie. De laserfontein, dat is wel echt een hele zieke. Soms dacht ik wel eens bij mezelf van was deze maar kat 1, want die gaat heel lang door. Volgens mij ja, 3 minuten. Heel veel knetters ook ergens tussenin. En ja, bijvoorbeeld bij onze stoken in serie zou die heel leuk zijn. Maar goed, die mogen dus niet tijdens het jaar door. Even kijken hoor, ja, deze fonteintjes, ja, dat is allemaal lachen. Maar ik ben niet zo'n heel erg fan van fonteinen, moet ik eerlijk zeggen. Eveneens geldt het ook voor die pakketten. Bijvoorbeeld deze Bombette pakket. 30 euro voor 60 delig. Nou ja, ik raad het af om die te halen. Ten eerste, waarschijnlijk zullen er ook strijkers in zitten die dus niet mogen. En ten tweede, net als in Nederland. Je denkt voor 30 euro een mooi pakket te kopen. Maar uiteindelijk koop je meer fonteinen dan echt cakes. Ja, Mega Fontein, de Ocean of Lights. Nou ja, misschien haal ik die er wel bij voor de grap. Maar kans zit erin van niet. Nou, hier kom je een beetje, ik ga gelijk met mijn hoofd naar deze, de Lord of Whistle. Die hebben we eigenlijk ook ieder jaar, die heb ik ook nog over. Dat hebben jullie kunnen zien in de overblijf video. Ja, het is altijd super nice natuurlijk om die dingen ja, mee te nemen, want ja, ze zijn goedkoop. En ja, je hebt ze natuurlijk in Nederland ook soms voor 8 euro bij de Intratuin of zo. Maar ik haal ze altijd in Duitsland en dan gaan ze in een 10 uur project. Van 6 uur project en dan ja, heb je een paar geelcakes. Daaronder de Flashbang. Dat zijn die Duitse Tunnekings. De Flashbang 10 stuks voor 3 euro. En ieder jaar probeer ik hem dus te halen. En ieder jaar ja, is die uitverkocht op het moment dat ik hem wil. Dus ik hoop dat ik hem dit jaar wel kan krijgen. Maar goed, dat is nog even ja, geluk hebben. Wat wel grappig is, zijn deze knallers, die kubische kanonslagen. Ik denk dat de meeste mensen ze ook wel kennen inmiddels, maar ja, het zijn op zich wel grappige knallen. Het zijn hele aparte, doffe dreunen die er afkomen. Alhoewel die dus wel illegaal is in Nederland, dus daar moet je wel mee uitkijken. Hier heb je ook dat knalpakket voor 3 euro. En ja, die had ik een paar jaar geleden ook. Vonden jullie wel een zieke video volgens mij. Het zijn gewoon de knallers zoals in Nederland eigenlijk, zoals de rotjes daar, maar... Ja, het is toch Duits, dus dan wil ik hem altijd even getest hebben.
En ja, het meeste wat daarin zit is wel met een streek op, volgens mij, kan ik me herinneren. En ja, die mogen dus niet. Dus ik zou die ook laten liggen voordat je problemen op je hals gaat halen. Dan kom je bij de laatste pagina, de Alligator, 4 euro. En ik heb van een Duitse YouTuber vernomen dat de Alligators dit jaar verbeterd zijn in kwaliteit. Dus ik vraag me af hoe of wat, ik geloof er niet heel erg in. Want vuurwerk verbetert normaal nooit. Ik bedoel, ja, Binkies, de Cobra's, de FP3's, iedereen weet het wel. Ze komen altijd gelijk op de markt wanneer ze het beste zijn. Want het jaar daarna worden ze afgekeurd. En omdat het zo'n goede naam heeft van het jaar daarvoor, dan verkopen ze ze gewoon nog door, maar dan met minder inhoud. Waardoor je dus eigenlijk gewoon genaaid wordt. Dus ja, ik moet nog even zien hoe die Alligator is. Maar ik wil ze wel, op de proef nemen. Daarnaast de Double Flash Tunnekings. En volgens mij zijn die dus dubbel shots. Ja, het is dus met twee effecten. Ook lachen. Staat zeker op mijn lijstje. Dus ja, mocht ik de gelukkige zijn, dan haal ik hem zeker. Vergat trouwens hier dat Fire Fantasy pakket. Waar je dus ook een paar van die Kat 1 producten hebt. Zoals jullie kunnen zien. Ja, dit was hem voor de Lidl. Kan ik ook even naar de Aldi gaan. Ik ben eigenlijk meer fan van de Lidl dan van de Aldi, dat weten jullie. Maar ik zal hem toch nog wel even behandelen. Nou, wat heb je hier? Kubische kanonslagen zijn hier wel goedkoper. Voor mij waren ze net bij de Lidl 3 euro. Dus ja, de Merlin bad, de fontein hebben we ook wel eens gehad. Nou ja, hier heb je View Gluck pijlen. Die zijn wel mooi, zijn een beetje te vergelijken met de Gold raketten. 6 stuks voor 9 euro. Ja, is zeker de moeite waard om zo'n pakketje mee te nemen. Voordat het 12 uur is, kan je die mooi stoken. Ik vraag me af alleen waarom dit beeld zo groot is, maar... Oh ja, zo. Ja, hier heb je de Artus, de oude vertrouwde. Een paar jaar geleden was die 3 euro, nu is die 4 euro geworden. Dat vind ik wel jammer, maar dat is dus vorig jaar ook al het geval. Daarom zou ik dus eerder neigen naar een Alligator dan naar een Artus. Maar ja, omdat een Alligator cracklin heeft eigenlijk, puur daarvoor... Nou, de Lancelot pijlen, ja, die hebben we ook heel vaak gehad. Ik vind ze niet zo heel goed, want heel veel van die pijlen geven hele kleine plofjes. Dus daarom zou ik eerder gaan voor die Gold raketten en voor die View Gluck pijlen dan deze rare Lancelot en Avalon en Ivanjo en zo. Ik zou ze niet doen, want je wordt gewoon genaaid. Het zijn hele grote pijlen, maar uiteindelijk weinig effect. De volgende pagina. Nou, hier heb je dus ook zo'n geel cake. 9 euro, de Screaming Grizzly. Oude vertrouwde. En dit is volgens mij een luchtkogelbatterij. Volgens mij is dit een soort van grote Romeinse kaars waar dan effecten uitkomen. Nou, ik vind het wel grappig om die dit jaar er wel bij te nemen. Dus ik denk dat ik hem dit jaar er wel bij neem. Parsifal was volgens mij vorig jaar nieuw. Je ziet het al, veel shots, goedkoop. Dus dan laat ik hem meestal liggen. Mystic Moments was volgens mij wel een goeie. Maar dat terzijde. De Wolf Blood was wel een goeie. 10 euro voor 16 shots, die was wel goed. Die had ik vorig jaar ook. En we hadden zoveel cakes dat ik ook gewoon op een gegeven moment wel een beetje vergeten ben wat ik had en of het ziek was. Maar qua naam blijft hij me wel een klein beetje nog bij. Swords of Fire hadden we vorig jaar ook. Eigenlijk ieder jaar, maar stel niet zoveel voor. Dus ik ga dit jaar zeker laten liggen. Deze is nieuw, zie ik. Dat is namelijk de Talisman. 18 euro. Hij is op zich wel de moeite waard voor 20 shots. Dus ik denk dat ik die wel ga nemen. Maar ik wacht even op de site van de Aldi. En dan check ik even die video in de video van nu. Of in de video van straks. En dan ga ik bepalen of ik hem ga halen. Dus ja, misschien staat hij al op internet, op YouTube, kunnen jullie hem al kijken, maar ik ga hem zeker wel halen, denk ik. Iets nieuws, namelijk de Dreamcatcher, ook een compound, 30 euro, 185 shots. Zou het wat zijn, jongens? Ik denk het niet, maar het kan altijd. Ja, verder, dit zijn een beetje de oude vertrouwde, de Excalibur, de Dragonfire. Het zijn allemaal een beetje de oude vertrouwde dingetjes. Hier ook weer zo'n pakket. Eigenlijk lijkt de Lidl en de Aldi best wel op elkaar, maar dan met andere namen en andere labeling.
Dus ja, ik zou goed kijken wat je wil hebben en welke winkel het minste druk is of het dichtstbijzijnde is bij jullie. Want het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer, al vind ik het assortiment van de Lidl wat beter. Want volgens mij was dit ook alweer de laatste pagina van de Aldi. Dit is de Sky of Diamonds. Ook weer zo'n compound. Eén keer aansteken staat er ook bij. En de Golden Kingdom. Nou, dat zijn dus zo'n beetje die compound blokken daar zo. Een paar jaar geleden had je die ook al. Volgens mij zelfs voordat hier in Nederland de compound kwam. Maar ik heb ze eigenlijk nooit genomen. Volgens mij heb ik één keer zoiets gehad. Maar ik vond het niet echt de moeite waard. Ik bedoel van... ik ga naar de Lidl en de Aldi puur voor de wat kleinere cakes die goedkoop zijn. Zodat ik veel projecten kan doen en wat lossere cakes kan stoken. Ook voor overdag. Maar echte grote blokken bestellen we natuurlijk bij andere winkels. Hebben we al besteld. Dus mochten jullie die willen zien, ga allemaal even naar de bestelvideo. Want we hebben voor €3000 besteld. Inmiddels hebben we wel al wat kleinere andere bestellingen gedaan. Daar maak ik dan geen video over omdat het bijvoorbeeld voor een paar tientjes is. Maar jullie gaan het allemaal zien, man, de collectievideo. Ik heb er super veel zin in en binnen 2 weken kunnen we dus al het vuurwerk ophalen. Die tijd gaat als een gek, jongens. En je moet er echt nu van genieten, nu het nog kan. Want voor je het weet is het januari. Zijn wij ook gestopt met dagelijks uploaden. Dus dat zou heel jammer zijn. Dus geniet er nog van, zolang het kan. En voor je het weet kunnen we het ophalen dus. Ik denk 2 dagen voor kerst ongeveer dat de Duitsland Info video eraan komt. Dan geef ik ook wat meer tips. Ga ik wat meer in op de producten die wij gaan halen en laat ik ook de beelden ervan zien. Maar dat zal dus komen vlak voor kerst. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit vet vonden. Gewoon even de folders doorlopen en de nieuwe producten een beetje bekijken. Ja, of het de moeite waard is, gaan we vanzelf zien in de video's. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video.